Voel je gezond? Voel je Hallo lieve mensen, deze week duik ik weer in het voedingsschema van iemand anders. En dat is dan deze keer Masha, die daar echt helemaal in de verte zit. Masha hoef ik eigenlijk niet meer voor te stellen. Deze ondernemer maakt al meer dan 10 jaar video's over beauty, brengt haar eigen producten zoals bijvoorbeeld een planner op de markt, vlogt dagelijks op Vlogglos en is bovenal mijn vriendin. Goede reden om met haar een video te maken. Wij zijn op vakantie in New York. We zijn er 10 dagen om gewoon te chillen en rond te kijken en te hiken zelfs. Heel veel eten vooral natuurlijk. Op verzoek van jullie ga ik dus een dagje eten, een beetje leven, zoals Masha. Masha eet over het algemeen veganistisch. Vind ik heel erg tof. Daar gaan we het verder nog over hebben in de video. Ja, ik ben heel benieuwd hoe deze dag gaat worden. Can't wait. Het is nu 10 uur, geloof ik. En we hebben al eventjes een klein reepje gedeeld. Want we hadden een beetje honger, want we hebben al 2 uur gewerkt of zo. En Max heeft nu koffie gehaald. Hey. Hallo. Ik heb een dubbele espresso. Dat is mijn favoriet. Of espresso of dubbel. Oké. Okay. Wakker worden. Ja. Heb je het echt nodig, 's ochtends? Meestal wel. Het hangt een beetje vanaf inderdaad hoe ik geslapen heb. Als ik denk, niet heel lekker geslapen, dubbele espresso erin. En ja, dan is alles goed. Ja, ik drink dus nooit dubbele espresso. Ik vind dat heftig, maar... Ja, we gaan het gewoon doen. Cheers! Oké, hashtag goals. Nee. Masha gaat mijn haar kleuren? Krullen. Praten, het lukt nog steeds niet. Weet je, ik heb altijd haar, al willen krullen, omdat zij heeft altijd stijl haar. Hij heeft gewoon altijd hetzelfde stijl haar. Dus ik zei al, van, je moet kerst gewoon met grote waves en zo. Dus dat gaan we nu doen. Celebrity curl. Nice. Oké, haar is geprept. En nu krullen. Kijk, ik ga deze gebruiken. Echt een mega ding. So you made it to New York City, where I hear you better. Kijk hoe fancy ik ben dan. Ik heb echt nooit zo mooi haar. Jongens, de kijkers van Marije, vinden jullie ook niet als het nou even zo knipt? Zo kort? Ja, zo. Zeg maar lang, maar iets langer dan wat ik heb, zo'n stuk. Want dan kan je er echt ook niet mee doen. Ik vind het jammer dat de L-vorm er niet meer is, want dan konden ze het niet meer aanzetten. You look really, really good. Ik vind het wel echt fancy. Ik zie er rijk uit. Ja, dit is allemaal leukens. Kijk zo, hoei. Oké, en dan de hele tijd dit doen. Dus naar voren duwen en dit naar achter gooien, zo. Oké. Ah. Nu. Yeah. Het is 11 uur en denk ik, 11:30. Het is net vrij laat. Het is wel te laat om hier op ontbijten te gaan. Ja, maar we gaan nu pas ontbijten. We gaan naar Five Leaves, want daar zijn we nog niet geweest en ze hebben daar de beste pannenkoeken, daar zijn ze famous voor. Benieuwd. Ja, ik ga natuurlijk eten wat Masha eet. Ja. Waar eet je normaal mee? Ontbijt je mee? Meestal of havermout met banaan. Ja? Een shake. Als in spinazie met banaan, met amandelmelk en dat soort dingen. Ja, iets van een kommetje of een iets nat. Klinkt heel raar. Maar shake of havermout, ja, weet je, het is allebei nat. Ja, ben je moeilijk eten in de ochtend? Nee, helemaal niet. Nee. Ik eet juist, ik kan heel veel eten in de ochtend. Bami, pizza. Ja hoor, ik kan ook echt restjes van de avond eten als ontbijt eten. Vinden mensen heel raar, maar ik vind het gewoon heel lekker. Ja, ze hebben dan best wel gemeen. Ik kan dat ook. Wij hebben besteld. IJskoffie. En ricotta pancakes. Ja, want dat schijnt hier ontzettend lekker te zijn. Vertel even, want jij eet in principe al hoe lang veganistisch? Volgens mij langer dan een jaar inmiddels. Ik eet zeg maar geen dierlijke dingen thuis. Ja. Dus ik ben best wel hard voor begonnen. Ooit was ik een soort van flexitariër en toen ben ik echt best wel rigoureus. Dacht, geen dierlijke dingen, geen gluten heb ik ook 6 maanden gedaan. En toen, ik vond zeg maar veganistisch eten, ik merk dat het heel goed voor me is, maar ik vind het wel heel lastig in het buitenland. En buiten de deur ook. Soms kan het, maar niet altijd. Toen heb ik op een gegeven moment met mezelf afgesproken buiten de deur vegetarisch als veganistisch lastig wordt. En ik voel me ook een beetje opgelaten bij mensen thuis. Weet je wel, als je anders gaat eten. Kijk, vegetarisch vinden mensen soms wel lastig, maar als je zegt, ik is dierlijk, dan raken mensen in paniek. Dus ja, dat weten ze echt niet meer. Dat is gewoon groente en aardappel. Maar ik zeg ook heel vaak groente en rijst is prima, maar ik heb geen
dacht ik, weet je wat, oké, vegetarisch met de deur. Ja. Vegetarisch, gewoon vegetarisch. Gewoon niet zo mega streng eigenlijk. Nee, nee. Ja. En ik weet dat er, mensen kunnen daar heel zwart-wit in zijn. Van, oh, maar eentje net als nu, weet je wel. Dan bestel ik de famous pannenkoekjes hier. En dan, ja, maar daar zit de kotijs. Ja. Ja, je hebt hier ook uitgebreide video's gemaakt. Een jaar terug, denk ik. Iets zoiets. Met nog veel meer waarom en hoe en wat en ja, waar. Ja, begon. En toen was het nog echt best wel streng. En nu is het gewoon, nou, wat ik nu vertel. Ja. Die video zet ik even in de beschrijving hieronder. In de videobeschrijving. Dus check die vooral als je meer over wil weten. Ja, wat ik gewoon heel leuk vind. Of heel goed aan hoe jij het aanpakt. Is dat het gewoon... juist dat strenge vind ik hoe het moet, juist het niet strenge eigenlijk, vind ik hoe het moet zijn. Want jij bereikt natuurlijk echt zo gigantisch veel mensen. En ik denk dat die veel meer geïnspireerd raken om meer veganistisch of vegetarisch te eten. Dan dat je echt zo vingertje wijzen en heel streng daarover zou doen. En op deze manier maak je het veel toegankelijker voor veel meer mensen om... Ja, ook wat minder vlees te gaan eten. Dat vind ik echt top. Doe hoor. Hoehoehoe. We hebben ook gewoon alle vier hetzelfde. Ja. Eet jij ook als Masha vandaag, Max? Ja. Ja, eet als mij. Nee, ik eet als Max, ja. Oké, wij komen even bij van de pancakes. Die echt mega lekker waren. Zo goed en lekker. Ja. En we gaan nu naar de Sephora. Oeh, want Masha gaat daar een video opnemen. Ja. Oké. Oké. Oh, daar is de score. Open en sluiten. Zo, we hebben lekker geshoot. Spelletjes gekocht. Yes. Of nou ja, Marcia heeft spelletje gekocht. Geweldig. Dit is van diezelfde makers als Exploding Kittens. Max heeft schoenen gekocht. Hé, Max, ben je lekker actief aan het gesprek met een deelnemer? Nee. En we zijn nu bij Impossible Burger. Dat is die burger die vegan is, maar in een lab wordt gemaakt. Niet van kweekvlees, maar... van gewoon helemaal plantaardig en dat je dus echt het vet en bloed hebt zoals bij een echte vleesburger. Dus die moest benieuwd. Natuurlijk, ja. Die moet Masha natuurlijk proeven. Appetizers. Brussels sprout en onion. First bite, first reaction. Reaction video. Impossible burger, het lijkt echt op vlees. Oh, lekker. Ja? Favo lunch en meest normale, zeg maar normaal, wat je normaal eet als lunch. Iets van avondeten. Ik ben meest blij, net als nu, dat je dan zeg maar een burger als lunch hebt. Ik heb liever 's middags warm dan 's avonds. Gemiddeld, ja, meestal iets met hummus, rijstwafel hummus, zoiets. Lekker. Ja. Lekker. Oké, we hebben dough gehaald. Het famous cookie dough. Healthy, toch? Super healthy. Gaan we eentje delen? We hebben zeg maar half chocolate chip en half brownie cookie. Dus... Wacht. Oh zo, ik dacht elkaar. Oké, ja, dat kan ook. Oké. 3, 2, 1. Lekker door. Zoet. Heel zoet. Het is wel echt heel erg lekker. Maar... goedgekeurd, denk ik. Goedgekeurd. Zwaar op de maag, maar goedgekeurd. Oké, wij zijn thuis aan het chillen. En er wordt hier iemand met echt heel erg gelukkig. Omdat Max en Gregor dit hebben meegemaakt. Ik krijg ineens deze doos in mijn handen. Dit is echt zo lekker. Teddy Graham's. Het zijn gewoon kleine koekjes. Chocolate chip koekjes. Met whole grain. Ja. Het is gewoon nog steeds koekjes. Super healthy. Het is zo lekker. Hier, neem even een handje. Het zijn zo klein dat je een handje kan nemen. Je kan een handje kleine teddy koekjes nemen. En dit is zeg maar... Oh. Jammer, hè? Het doet me denken, ik weet niet of iemand het kent. Vroeger had je een soort van mini... koekjes. Ja, die kon je zo in elkaar doen. Oh. Je hebt een soort van cereal, panda cereal koekjes of zo. En daar doe ik dit me heel erg aan denken. Maar mag ik even een disclaimer zeggen? Dat is hoe we in Amerika eten. Ja. Dit is niet Nederland. Ik wou net zeggen, dit is niet een what I eat in a day. Dit is what I eat in een reis in Amerika day. Zeg maar. Ja. Dit is feest, deze koekjes. Feest day. Feest day. Ja, echt goed. Oké, het is bijna al 12 uur denk ik. Yep. Ik heb een volledige dag als jou geleefd. Mm-hmm. We hebben net nog wat chipjes gegeten. Ja. We hebben eigenlijk niet echt meer avondeten gegeten. Nee, dat is wel even een dingetje. Maar we zijn best wel laat gaan ontbijten.
laat gaan lunchen. Was eigenlijk al ook tussen lunch en avondeten in. Ja. En toen kwamen we thuis spelletjes spelen met een chipje erbij en een koekje. Dit was echt wel de raarste dit dag was wel echt eten. Een rare, ja. Dit is echt niet... Volgens mij hoe jij normaal eet. Nee, het was ook zeg maar omdat we op vakantie zijn en ook wel gewoon lekkere suggesties, lekkere dingetjes en zo. Ja. Maar ja, ik ben wel heel erg van, ik hoef echt niet per se zo laat opstaan het ontbijten, zo laat. Ik vind dan wel van als ik geen honger heb, dan ga ik ook niet. Heel nee. Slecht eigenlijk dit, dat we dan geen avond, maar ja. Ja, het is niet, neem hier geen voorbeeld aan. Nee, maar we zaten nog vol van die burger van vanmiddag. Ja. Dat was eigenlijk al vullend genoeg om de avond mee door te gaan. Dus. Ja. Ja. Wat is normaal je allerlievelingsavondeten? Of wat eet je vaakst? Alles wat een beetje creamy is of zo vind ik lekker. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld een soort van met romige saus en dan met kokosmelk gebruikt. Zo vind ik bijvoorbeeld pasta met room. Oh, dat vind ik zo echt zo lekker. Ja. Gewoon alles wat fout is. Same. Ja, dus dat. Voel je gezond? Ik ben zo gevreden vandaag. Misschien moeten we het nog een keer over doen. Ja, omdat in Nederland dan... of zo. En dan even gewoon echt. Gewoon hoe je echt eet in het echt leven. Ja. Oké. Okay. Slaap lekker voor nu. Nou, dit was uiteindelijk natuurlijk een beetje een gekke versie van dit videoconcept wat ik heb. Laat me in ieder geval weten van wie ik nog meer een eetdagboek moet volgen. Of met wie ik moet meelopen een dag. En als je specifieke vragen hebt die je kan stellen aan die persoon, laat het me ook weten. Wat willen jullie zien? Nu bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Bye bye.